La Classica. Goed nieuws voor de boekenliefhebber. Op zondagavond 23 april is er de uitreiking van de Confituur Boekhandelsprijs. De afgelopen maanden kon er volop gestemd worden voor 5 genomineerden. La Classica stelt er wekelijks eentje voor. Confituur is een kleurrijk verbond van onafhankelijke boekhandels in Vlaanderen. En aan het woord hoor je nu Thomas Barbier van boekhandel De Reigere in Brugge over de tweede genomineerde. Brieven uit Genua van Ilja Leonard Pfeiffer was voor mij alvast een van de meest meeslepende boeken van het afgelopen jaar. Wie Pfeiffer kent zal ook al weten dat hij een heel intieme band heeft met Genua. De stad was het belangrijkste personage in zijn roman La Superba. In 2014 heeft hij daarmee ook de Libris Literatuurprijs gewonnen. En dit boek, dit brievenboek, is eigenlijk een spiegelboek aan die roman, zou je kunnen zeggen. Het begon ooit als een reeks in een Nederlandse krant, maar Pfeiffer vond dat het meer potentieel had. En is dan aan die reeks blijven verder schrijven tot hij aan 50 brieven kwam. Het leeft vooral in het heden, maar het kijkt ook wel terug. Er is een hele reeks brieven in die hij aan zichzelf op jongere leeftijd richt. En daarin gaat hij heel diep in aan wat voor hem beslissende, maar ook wel pijnlijke momenten geweest zijn. Soms hij waarschuwt zichzelf bijna voor wat er met hem eigenlijk al gebeurd is. En dat maakt het boek op dat moment heel intrigerend. In een van de eerste brieven zegt hij ook, en dat vind ik heel opmerkelijk, als dichter heb ik altijd getracht om de duimelde taal vervaarlijk te laten glanzen. Van koppen gekletste oren aan te naaien, matheid, mysterie in te blazen en met kunst en vliegwerk verwondering af te dwingen in een platgeslagen en verdoofde wereld. En dat is eigenlijk precies wat hij in heel het boek doet. Hij neemt iedere keer een detail uit zijn omgeving of uit zijn leven en hij vergroot dat uit, legt allemaal verbanden en zo wordt een Genuese voetbalmatch opeens een politieke revolutie bijvoorbeeld of Aikido een hele levensfilosofie. En tegelijkertijd, en dat is een van de mooiere aspecten van het boek, krijg je een lofzang op die geliefde stad van hem met al die smalle steegjes, die zomerse pleinen, terrasjes, waar hij gaat drinken met zijn vriendinnen en de levendigheid van heel die bevolking. En van de kleinste verhalen maakt Pfeiffer eigenlijk een epos, een vertelling die rolt en botst op de ritme van de taal die hij gebruikt. Hij gebruikt een heel barokke taal. Het is een boek dat heel leuk is om traag te savoureren of om stukje per stukje te lezen. Om bijvoorbeeld voor het slapen gaan nog een keer een brief te lezen, ook al is de kans klein dat het er bij één blijft, denk ik. Dus ik zou zeggen, laat je verwarmen aan brieven uit Genua. Het is een boek dat je eigenlijk echt niet mag missen. De uitreiking van de Confituur Boekhandelsprijs vindt zondagavond 23 april plaats in Sint-Niklaas. En het boek waarover Thomas zo net vertelde, kan je verkrijgen in een Confituur Boekhandel. Voor de betere boekhandel bij jou in de buurt, surf je naar www.confituurboekhandels.be. Geniet van de mooiste klassieke werken, New Classics en de meest ontroerende filmmuziek. La Classica.